Oké, prima. Pakken onze kristallen. En dan gaan we heel snel eventjes deze kogels kopen. En als we die kogels gaan kopen... Kom hier, ik wil kogels kopen. En veel, heel erg veel kogels. Goed zo. Doe nog maar een stack. Goed zo. Dan gaan we naar onze anvil. Dan zullen we Plantaris eventjes laten zien wie hier de baas is. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4. Punt nog iets. Ik weet echt niet meer uit mijn hoofd, sorry jongens. In de vorige aflevering hebben wij een arena gebouwd waarin dat we Plantaris zouden kunnen gaan bevechten. En dat is niet goed uitgepakt en dat heeft ons eigenlijk best wel veel pijn gedaan. En in deze... Nee, wacht eventjes. Geen wonder. 1 damage. Hopelijk een betere... Nou, dat is goedkoop om die te refortje. In deze aflevering gaan wij wraak nemen op Plantaris. En gaan wij er dus voor zorgen dat wij dit keer Plantaris neer kunnen gaan halen. Waardoor dat het spel beter gaat worden. Waardoor dat wij onze Shroomite armen kunnen gaan maken. En waar is onze tinkerer? Want echt serieus. Het boeit me niet dat jij geen wit meer hebt. Ik wil met de tinkerer praten. Leonardo, dank je. Dadelijk, luister eens. Ja, dit heel eventjes. Defense vind ik goed. Maar het moet iets goeds zijn. Hoeveel platinum coins hebben we eigenlijk nog? 3. Nou, dan kunnen we hier wel voor een goede voor gaan. Gewoon voor 4. Critical strike chance wil ik niet. Het liefste eigenlijk... Juist, defense. Kijk. Hoe meer defense, des te beter. Oké, wat hebben we hier nog? 4 damage. 4 defense. Jij geeft 4 defense. Jij geeft 4 defense. Jij geeft alles. Geeft 4 op het moment. Huh. Dat is alleen maar goed. Dan zou het dan allemaal goed moeten gaan eigenlijk, hè? Oké, nou, ik heb dus hier mijn musket balls en ik heb hier de crystal shards. En als we die dus samen combineren... Moeten we dan hier zijn? Ah, dan kunnen wij dus crystal bullets ervan maken. 100 per crystal en daar wil ik zeker een aantal van maken. Want die verspreiden zich dus en die doen nog eens een keertje extra damage op impact. Nou hoop ik hiermee Plantaris zo snel mogelijk dus neer te kunnen halen tot een zwakker stadium... En Plantaris dan dus neer te kunnen mappen zo snel mogelijk. Dus als ik me niet meer schieten we nou de goeie? Ja, we schieten nou de goeie. Oké. Okay. Deze gaan we heel eventjes gebruiken. Dit keer gaan we ook niet vergeten voor Porions zijn hulp te gebruiken. En ik heb geluk, er is er gelukkig nog eentje in de buurt. Dus ik neem deze gewoon heel eventjes mee. Poef. En ik, ja... Zien jullie in die jungle. Oeh, een life fruit. Daar ben ik wel blij om. Oké, okay, nou, 5 extra health. Misschien kan dat zelfs onze hit geven. En ja, jullie zien de Plantaris Bulb al, die ik dus op het oog had. En die kunnen wij wel eventueel lokken. Dus, gewoon doen. Oh, we kunnen niet terug, we kunnen niet terug. Oh boy. Oh boy. Dit is niet slim, dit is niet slim, dit is niet slim. Snel. Oh, ik heb... Health, gelukkig. Oké. Okay. Buffs. Regenwolk hier, regenwolkje daar. Oké, okay, let's do this. Oké, okay, het begin ging niet zo soepel, maar... We zitten weer bijna terug op full health. Dus laten we hopen dat hij nou wel goed gaat. Oké, okay, Plantaris begint al met zijn spikeballs. Daar ben ik minder enthousiast over. Oké. Okay. Ik wil hem eigenlijk iets lager hebben. Oh, die dingen die doen best wel pijn. Oké, okay, we moeten overschakelen in een paar seconden. Sorry jongens, ik ben heel erg geconcentreerd bezig. Oké, okay, overschakelen.
Oké, concentratie hier. Kom op, we hebben hem bijna. Kom, grote cirkels nemen, grote cirkels nemen. Help! Ja! Dit gaat hem worden, jongens! Oh. Oei! Wauw! Een hele stroeve start, maar zo zie je maar weer hoe een klein beetje defense en concentratie heel belangrijke sleutels zijn tot het winnen van. Oh. Jeez. Nou, deze strategie werkte. Waarom ben ik hier nog steeds bij aan het slopen? Ik heb geen idee. Ja, laten we naar huis gaan. Mission accomplished, als je het mij vraagt. Oh, nou vraag ik mij af. Gaan we gelijk de goede dingen krijgen? Klik! Oh, goodness. Ja, we hebben de goede dingen gekregen. Oh, dit zwaard is een van de beste drops die hij kan geven. Dit zwaard is namelijk heel erg fijn. Het vuurt een soort van vuurwerk af. Ik ga heel eventjes naar de Battle Arena gaan. Dan kan ik jullie laten zien wat we precies hebben gekregen. Want we hebben heel veel goede drops gekregen, zie ik hier. En weer een evolutie is erbij gekomen waar ik ook heel erg blij om ben om jullie die te kunnen laten zien. Dus tenminste, dat was een planning om daar een evolutie van te maken. Dus editor, sorry, maar je mag weer een nieuw framepje gaan maken voor een tekstbalkje. Maar nee, daar heb ik geen probleem mee. Maakt niet uit. Goed, nou, wij hebben de Demonic Seedler gekregen. Nou, de Demonic Seedler, die werkt als volgt. Die is een volledig automatisch wapen en schiet dus... Ja, je ziet het eigenlijk al. Die schiet dus een soort van zaad alle kanten op. En ja, dat doet een enorme damage. Dus ik wil zeker nou voor de melee set gaan. Sterker nog, als deze even kijken. 71, 78, deze heeft al een damage up. Ik denk dat deze zelfs beter is dan de Superior Deathsickle. Nou ja, het is een goede zwaard. Dus nou ja, ik wil de Deathsickle wel bij me houden. Daar niet van. Maar deze die kan hierheen. Lekker belangrijk. Maar goed, wat we dus belangrijk, wat nog leuker is. Is, ja, we hebben dus onze Espions een aanval. Future Sight zal ik maar zeggen. Omdat er twee ogen zijn. Haha, Future Sight. Vat je hem? Die doet 37 damage. Onze Flareon die doet 22 damage. En nu hebben we Livion. En die doet 37 damage. Dat is Livion. Ik vind gewoon dat dat Livion is. Vind je dat ook niet, Klesion? Ik mag hem niet aankijken. Hij is verlegen. Hij is heel erg verlegen. Oké, ik heb er twee summons aan. Maar we gaan ook wel voor de summon armor. Daar staan we geen zorgen over te maken. Maar het leek me gewoon leuk om te laten zien. We hebben ook de grappling hook gekregen. Dan vraag ik me even af. Welke is verder? Even kijken. Deze die knuffelt net ondertussen de potions als ik hem daarop schiet. Oké, en deze. En volgens mij is deze iets verder. Volgens mij wel. Maar is hij ook multiple? Dat wil ik even. Dat vind ik belangrijk. Wacht eventjes, dat doen we gewoon. Poink, poink. Nee, poink. Ja, hij is multiple. Oh, dat wil ik niet. Nou ja, dan kan ik het hier even kijken. Hoe multiple is hij? Oké, met 3. Deze is beter. Prima. Dan doen we het gewoon hiermee. Waarom ook niet? Dus de Illuminator. Weet ik hoe dat die hoek heet. Die kan gewoon daar naartoe. Oké, quicksteak dat. Deze die is ook wel grappig. Summon spores over time that will damage enemies. Ik heb hem zelf nooit geprobeerd. Hij kan leuk zijn. Tenminste, heb ik ergens zo'n slot. Ja, ik heb de hive pack die ik nog steeds hierop zet en... Waarom doe ik jou daarin? Serieus, je hoort daar niet in. Daar horen echt alleen maar de super awesome dingen te liggen. Waarom heb ik die? Never mind.
Maar wat nu dus ook heel belangrijk is, is dat we dus een truffelhuisje gaan maken. En had ik trouwens nou nog een lijfgoed gevonden? We moeten sowieso nog terug naar de jungle, maar op het moment geen lijfgoed te vinden. Ik zou eventjes trouwens, sorry, tot Liefje om nog langer even wat screentijd heeft. Dus vind ik wel leuk. Dan Clarion, sorry, maar je hebt al heel erg veel tijd gehad. Dus ga je maar heel even rusten en zo. Dus. Doe maar heel eventjes dit eventjes op een quick stack. We hebben ook de tempel key gekregen, dus we kunnen nu naar de tempel toe. Daar ook weer een baas die op ons zit te wachten. Maar wij willen dus nu ook de dungeon gaan exploren. En we hebben een van de meest rare drops gekregen. Tenminste, jullie hebben mij verteld dat het een van de rare drops is. Volgens mij de tweede keer dat ik hem heb gekregen. En dat is die axe. En dat werkt een beetje hetzelfde als pickaxe. Het werkt als een axe en het doet dit. Niet echt iets wat ik snel zou gaan gebruiken. Nou ja, deze die heeft 110. Nou ja, dit is wel een hele sterke axe. Dus ik denk, tot als ik inderdaad weer een keertje hout of iets nodig heb, dat ik inderdaad deze zal gaan gebruiken. Gewoon voor de grap. Dus ik bedoel, ik heb hier ook die andere dingen liggen. Dat moet ik niet. Potions, die kunnen hier ook wel eventjes in terug. Want die hebben we op het moment niet nodig. Potion of Swiftness, die hebben we niet meer. Temple Key, die zou ik hier ook instoppen. Zodat ik die niet vergeet als we dit daar dus opkomen. En ik zal hem in de wapens, want ik moet daar nog steeds het huisje voor gaan maken. Wat ik ook zeker wil gaan doen dadelijk in de volgende aflevering in verband met dan wil ik opnemen. Want dan is er een speciaal evenement gaande. Dus daarom ben ik daar nog niet aan toegekomen. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Goed, nou, accessoires. Dan mag deze heel eventjes terug in komen. En dan denk ik dat we het zo hebben. Ja, de pick me staff die mag zeker blijven. Oh, deze die mag trouwens in de floating pickbank terug, want die hebben we nou niet nodig. Dus, net zoals deze. Maakt mij het uit. Dat doet die maar hierin, doet die daarin. Wat maakt het uit? Gewoon zo lekker laten staan. Waarom heb ik deze trouwens nog steeds? Goed. Even kijken hoor. Outfit kissy, horde mode stuffs. Dan mogen we deze weer in terug. Goed. Ik wil... Oh ja, trouwens één ding. Mocht er nou een solar eclipse komen, dan wordt die nog gevaarlijker. Dus meer daarvan mee alvast voor op wijs. Ik denk dat het leukste is om een mushroom biome huisje met modder te maken. En ik geloof dat ik die shrooms in de potion ingrediënten heb. Clone mushrooms. Ja, die heb ik zat. daar wil ik dan zeker een achtergrondje mee maken en zo. Dus als we niet eens kunnen, dat heel. Die fout ga ik waarschijnlijk nog heel erg vaak maken. Dus mijn excuses alvast bij voorbaat wanneer dat het gebeurt. En als het vaker zou gaan gebeuren. Eens even kijken. Wat kunnen we allemaal maken? Want ik wil dus mushroom op achtergrond wil ik een paar maken. 200 zal wel genoeg zijn. De mushroom lanterns. Doe maar 4. Want ik weet niet hoe groot en extreem dat ik het wil gaan maken. Liefje, je bent goed bezig. Complimenten. Mushroom door. Ja, daar maken we er ook gelijk eventjes 2 van. Mushroom chair, die is natuurlijk heel erg belangrijk. En natuurlijk een mushroom table. En daar wil ik dan deze lamp op. Kunnen we een mushroom table maken? Tuurlijk kunnen wij een mushroom table maken. Waarom zouden we geen mushroom table kunnen maken? Nou, het grappige is, als we dat dus van modder maken, van mudblocks, dan zal automatisch de mushroom biome zal automatisch ervoor gaan zorgen dat hij dus modder overheen gaat komen. En dat maakt het dus heel erg leuk. Dus we moeten wel heel eventjes wachten. Anders plant ik er gewoon een zaadje extra op of zo. Dan hangt hier zoveel uit. Dus, we willen dus dat hij echt... Oh, kijk eens. We hebben al mooi. Ja, ik moet wel die deuren natuurlijk maken. En je moet natuurlijk uitkijken voor de mobs die hier spannen. Dus daarom wil ik hem wel een beetje dicht bij de drading maken. Dus, hier eventjes plaatsen. En ik zou zeggen, doe maar hier. Oh, ik heb... Nou ja, wacht eventjes. Gewoon 3 breed. Oh nee. Dan 2 breed en dan 1 breed, omdat dan hier de deur kan komen of zo. Dat is echt wel een leuk idee. Ja, ik denk dat we hiermee gaan. Want de deur die moet 3 hoog zijn, hè? Dus dan moet ik hem wel nog eentje. Oké, dan doen we hem zo. Dus, maar dat kan niet, want we moeten een deur hebben, dus dan moet die andersom. Dan zou het andersom moeten. Oh, ik ben echt dom bezig. Ik heb echt een brain fart moment. Ik weet niet waarom. Zo. Even dit gewoon even zo doen dan. Kijk, en als we dan
Oh, hij begint daar al te spreiden. Dus laten we eerst even deze kant pakken dan. Met de pickaxe en niet met de deadsickle. Dat zal heel erg slim zijn. Kijk, want dan kunnen we hier bijvoorbeeld de mushroom door alvast neerzetten. Waar had ik ze? Ik heb ze gemaakt, dat weet ik. Als ik ze nou nog kan vinden. Heb ik je mensen? Ik had ook die doors gemaakt. Dank je. Ik moet even opletten met wat ik maak. Oké, nou dan inderdaad zo. Zo wil ik het hebben. Oké, nou als dat nou nog eentje even wil spreaden. Dan kan dit wel. Oké, het ziet er inderdaad een beetje uit als een pickaxe. Vooruit, geef me dat als een twijfelgevalletje of iets. Oké, weet je, maar ik wil hem wel iets dichter maken aan de muurtjes. Ik bedoel, het moet wel lekker een stevige brei van modder zijn. Oké, gewoon zo. Ik bedoel, het hoeft niet een groot huisje te zijn. Het gaat er maar om dat we inderdaad een leuk huisje hebben voor onze... Kijk, dan kunnen we het mooi zo pakken. Dan zit hier alvast een beetje van het spul op. Dus, we wouden hem twee breed, hè. Hebben we daar ook, dus. Zo. Even kijken, hoor. Sorry als het eventjes wat langer duurt, maar ik ben heel eventjes met een... ding gaat even naar beneden. Ik heb heel eventjes een brain fart moment al de hele tijd, dus... het hoeft niet al te fancy smancy te zijn. En goh, volgens mij hebben ze daar beneden een party of zo. Dat kan wel werken, vind ik. Maar volgens mij heb ik nou iets verkeerds gedaan. Volgens mij is hij daar breder als... Laat ik hier alvast eerst eventjes een deurtje plaatsen. Ja, nou is het wel goed volgens mij. Tenminste, daar ga ik wel vanuit houden. Dan kan ik hier een lantaarntje neerhangen. Zo. Gaan we het even lekker knus maken. Komt hier alvast eventjes de tafel te staan. En dan komt hier eventjes de... een beetje zo hier in het midden, en maakt het uit. Dit kan zo. Ik heb hier veel te veel verlichting eigenlijk, hè. Oh. Zo. Hier een stoel. Ik heb heel veel vliegende ogen trouwens aan de onderkant, ik zie het jongens. Weet je wat, laten we deze speed even dit een beetje versnellen zo hier. Hoppakee. En dan... Als hij helemaal blauw is, dan... ik weet niet, dan geeft het een beetje een paddenstoelfeeling, vind ik zelf. Ik vind het wel een leuk idee. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Laat weten in de reacties natuurlijk als je dat vindt. Waarom niet? Ik kunt het er gewoon bij gooien. Kost niks extra's. Oké, nou, in ieder geval, we hebben dus hier dat ondergrondse... Of niet ondergrondse. We hebben hier dus nou dat nieuwe huisje. Dus ik denk dat de truffel-NPC wel heel erg snel zou spannen. Tenminste, dan ga ik... Oké, vooruit. Ik had gezegd als we een axe nodig zouden gaan hebben dat ik hem zou gebruiken. Dus laten we hem dan maar nou ook gebruiken. Wat een Harry. Harry. Maar ja, hij gaat wel lekker snel. Oké, nou is het gewoon eventjes nog wachten tot, tot onze truffel NPC gaat spawnen. En op het moment dat die is gespannen, trouwens, moet ik nog heel eventjes checken of het wel valid housing is. Daar heb ik nog niet eens naar gecheckt. Whoops. Oké, hebben we alles? Ja, we hebben ook de rest iets. Zo. Oké, is dit valid housing? Yep. Mooi. Daar ben ik tevreden over. Nou ga ik dus naar iets heel erg gevaarlijks toe. Ondertussen dat we dus wachten tot die NPC wil gaan spawnen. Herinneren jullie nog die battle... Of die grote farms die ik heb gemaakt in de Elevator? Daar zit ook nog een mushroom biome. Maar wij hebben nou dit schepnet. En deze die wil ik zeker gaan gebruiken. En waarom heb ik dit nog? Serieus, ik heb niet meer nodig. Ga weg. De Golden Bugnet, schepnet voor mij nou. Golden Bugnet die willen we nou gaan gebruiken om dus ook al een voorbereiding op de volgende, om een beetje op de toekomst al te gaan maken. Dus ondertussen dat we moeten wachten tot de Traveling Merchant, ik noem hem de hele tijd, Truffel NPC, dank je.
Tot hij wil gaan spawnen, moet ik dus nog heel eventjes wachten tot de dag is. En die tijd kunnen we goed benutten om dus heel eventjes onze farm hier in te gaan. En op zoek te gaan naar een truffle worm. En dan kan ik jullie gelijk laten zien hoe awesome dat dit wapen is. Oké, er is een mimic in de buurt zelfs. Die hier ergens op zit, die aan de overkant. Oh, de Hello is hier ondertussen ook al gespannen. Dus willen we Souls of Light, kunnen we hier ook al terecht. Ik zie geen mimic meer. Dan zal die waarschijnlijk aan de andere kant hebben gezeten. Truffelworm! Ik heb hem! Oh boy. Oké, truffelworms, die roepen een baas op. En die baas die willen we zeker later in de toekomst gaan verslaan. Niet nu, later. Als we die nu gaan verslaan, dan hebben we een heel groot probleem. Oké, nou weet je wel, we nemen dit ook even gelijk mee, waarom ik niet in... Oeh. Nou ja, jullie willen we zeker gaan verslaan, want jullie droppen een quiver die ik zeker dolgraag wil hebben. En, nou ja, dat ding kunnen we weer verkopen. Daar ben ik ook heel erg blij om. Dus het is hier zeker in de gaten houden van, goh, zit er een truffelworm of een andere rare creature. En zo kunnen we dus een leuke rare creature komen. Maar zoals je ziet, het wapen is behoorlijk goed. Ik bedoel, ik heb bijna geen, wat, ik heb helemaal geen damage genomen. Nou, hier zouden we dus een jungle eventueel nog van kunnen maken, mochten we dat willen, maar... Ik heb wel genoeg jungle gezien nou de afgelopen tijd. No rare creatures. Oké. Okay. Hoi. Hebben we hier ondertussen alles. Corruptie en gaat lekker. No rare creatures. Dus mocht die spannen, dan zie ik jullie in een seconde. Want dan knip ik dit heel eventjes vooruit. Ik ben gewoon aan het farmen nou. Oh, er is een truffelworm. Waar zit hij? Ah, daaronder. Oké. Okay. Nou, truffelworms, daar wil je trouwens wel voor uitkijken. Op het moment dat je naar een truffelworm loopt, dan kan die wegschieten. Dus je wil gelijk je schepnet paraat hebben. Want heb je die niet paraat, ja, dan kun je dus de truffelworm missen. En er is er nog eentje in de buurt. Waar zit die? Ah, die lag hier gewoon stil. Haha. Nou ja, we hebben er ondertussen al 3. Daar ben ik al blij om. Als jullie nou eens heel eventjes voor mij het item willen droppen wat ik toch graag voor jullie wil hebben. Ik weet het, het is weer die 1%. Maar die 1% is wel heel erg belangrijk voor mij op het moment. Ik bedoel, hun kunnen dus behoorlijk... Verschillende dingen kunnen ze droppen. Hun kunnen de quiver kunnen ze droppen. Die we dus willen hebben. Maar ze kunnen ook een bone bow droppen. En de bone bow die is meer rare dan de quiver. En natuurlijk heb ik dat ding alweer gehad. Maar goed, ondertussen heb ik nog geen truffel NPC voorbij zien komen. Dus ik skip nog heel even naar voren. Moral, de truffel, die is aangekomen. Nou, daar ben ik heel erg blij om. Ken ik nog één? Oh, er is een mimic. Ook goed. En die mimic doet best wel pijn trouwens. Oh, weer een magic dagger. Yay. Souls of Night? Wacht eventjes, dus hier kunnen we Souls of Night farmen. En aan de andere kant kunnen we dus Souls of Light farm. Oké. Ik wil nog één trouwens zo'n pijl- en booggast eventjes trouwens tegenkomen. Als we die tegen... Oh, hoi. Zou hier nog eentje tegen kunnen komen? Vind ik helemaal niet erg. Misschien dat hij de quiver dropt. Gewoon één kans. Eén kansje maar. Ik weet het, jongens, het is een beetje vullig, maar anders zou het weer een korte aflevering worden, maar ik heb er zin in. Kom op. We willen nog eentje. Eén pijl en boogkastje, mini. Tot nu toe. Hey. Daar hebben we er één. Goed, voordat we weggaan, jij gaat hem droppen voor ons. Zou het mooi zijn als je dat ook... Je dropt een Soul of Light. Dat is een teleurstelling. Goed, nou, in ieder geval, wij hebben onze stuff die we dus willen hebben. En dan is het nu enorm belangrijk om dit heel eventjes weg te stouwen. En tenminste, ik vraag mij af. Magic Dagger heeft hij... Oké, even kijken hoor. Weapons, wapenzooi geval. Magic Dagger. Zoveel Magic Daggers. Kijk hier, nee, de Shadow Flame Bomb, daar had ik niet over. Volgens mij was dat Bone Wand, maar die heb ik al weggegooid volgens mij. Dat ik er zo boos over was. Ik zie hem er helaas niet tussen staan. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Jullie snappen wel wat ik bedoel. En de Truffle Worm. Ja, 666 bait power. Gevaarlijk. Die hoort bij de bosses thuis. Bosses.
Zoals jullie ook zien, ik heb trouwens helemaal geen voedendochts meer over. Oké, nou deze dingen die kan ik heel eventjes verkopen. Dat trouwens, die ken ik ook bij de truffel NPC. Weet je die ook alweer? Ik ben zijn naam nou al vergeten. God, wat ben ik goed voor mijn NPC's. Hi! Jouw huis is een beetje leeg. Moral. The moral of the story. Every time I see the color blue, it makes me depressed and lazy. Jouw hele huis is blauw. Oeps. Nou ja, in ieder geval, ik heb al gelijk wat dingen voor je. Dan kunnen we even al gelijk het een en ander verkopen. De trifold map, die hebben we niet nodig. En die bed, die hebben we niet nodig. Ik heb er wel lampen gemaakt en die hebben geen value, maar dat maakt mij echt heel weinig uit. Wat wij van jou willen kopen is de Auto Hammer. En die gaan wij hier zeker bij jou neerplaatsen. Die laat ik ook heel eventjes bij jou staan. Ik ben zo terug, Moral. Dus Moral, heel even wachten, Moral. Ik kan hem beter Coral gaan noemen. Gaan we weer met die Coral grap beginnen. Waarom ook niet? Nou, we hebben in ieder geval... Hoi, we hebben dus genoeg NPC dinges. Dus nou hoop ik dat we wel genoeg hebben voor een armor. Even kijken. Potion ingrediënten. Nee, ik heb de oars nodig. En dan gaan we... kunnen er iets van? Een paar bij maken? Misschien dat dat genoeg is. Wie weet. Dan moet ik hier doen. Waar moest ik dat doen? Hier moest ik dat doen. Oké, het zijn er toch weer 8 bij. Dus dan hebben we de 60. Ik denk dat we genoeg hebben voor net 1 set. Maar dan moeten we dus al gelijk een keuze gaan maken van welke set dat het gaat worden. De oars. En dan hebben we dus nodig de... Ik noem wel een goeie. Dan hebben we dus nodig de... Glowing mushrooms. Zoveel mogelijk. Goed. Als we glowing mushrooms bij elkaar hebben... Jouw boog is awesome. Verkoop jij die toevallig? Oh boy, ik heb per ongeluk op dat ding gekocht. Ik koop wel dat ding. Ik weet niet of ik die al heb gekocht. Ik heb per ongeluk op de dagskipknop gedrukt. Zoals je kan zien gaat de tijd nu super snel en dit kunnen we 1 keer in de week gebruiken. Die dingen die wil je eigenlijk bewaren. Whoops. Hi. Dit is geen fast forward, dus, maar sorry. Oké, nou, we willen de shroomite bars maken. En dan ga ik alle chlorophyte bars die we dus hebben... ga ik daarvoor gebruiken, want dan hebben we dus 60 Shroomite Bars. En Shroomite Bars is al een geüpgrade versie voor de Ranger Outfit. Dit is al een van de pre-ultimate armor sets die we dus kunnen maken. Eens even kijken, hoeveel hebben we ervoor nodig? 24. De shoes zijn 18. Nou, dat zijn dus de belangrijkste sets. Dus die wil ik alvast eventjes hebben. Ik hou 18 over en volgens mij was dat 12. 12 en 12. Goed, ga ik met arrows beginnen of ga ik met... ja, arrows zijn bij mij wel het sterkste. Ja, arrows is meer voor bosses eigenlijk. Dus ik denk dat ik voor de bullet ga, omdat ik de mini-shark dan het beste gebruik. Al moet ik zeggen dat ik inderdaad nog heel erg veel hem gebruik, maar ja... ik denk dat ik voor bullets ga voor het begin... Dan moeten we er nog 6 maken. Ik denk dat dat geen verkeerd idee is. Hoop ik. Ik hoop dat ik trouwens deze nog niet had gekocht. Kijk, we hebben al een Moon Charm. We hebben een Neptune Shell. Ah, we hebben nog geen Moonstone. We hebben alleen Moon Charm. We hebben nog... Ah, dat is jammer. Of hebben die in de... Die hier toevallig ergens heen zitten. Nee. We hebben nog geen... Zo, heel die outfit die zit helemaal vol. Daar moet ik ook nog een huisje voor gaan maken, zeg. Ik heb zoveel te doen, zo weinig tijd. Oh. Kistje. Maar genoeg stuffs. Oh, wacht. Ja, dat was de accessoires. Oké, dus we moeten een moonstone moeten we dus nog gaan halen. En dat doen we met een... ja. Ik denk dat ik dat allemaal ga bewaren voor de volgende aflevering. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Hoeveel gaat onze defense omhoog? Want we zitten van... 79, wat geeft ons 2 defense meer? Hebben we iets nieuws opgepakt dat ons meer defense geeft? Geen idee, maar goed. Laten we eens even gaan kijken. We gaan van 69 gaan we naar 77 defense. En onze Godly Megashot doet nog 65 range damage. Dat is behoorlijk veel. Dus jij in de volgende aflevering... Oh, en ik ben onzichtbaar trouwens. Op het moment dat ik onzichtbaar doe, dan doet hij nog meer damage. Kijk maar. En dan gaat hij omlaag. Jong, 45. En als ik stilsta, 65. Maar ja, de leukste range wapens die zijn allemaal te vinden natuurlijk in de... Dungeon!
kon niet meer op uit mijn woorden komen. Maar goed, ik ga eventjes ons bordje plaatsen bij de Wall of Awesome Comments. En ik zie jullie in een seconde, zoals altijd. Jullie kennen dit rillen ondertussen wel. Ik bedoel serieus, ik moet bordje plaatsen en dan ben ik in één keer onzichtbaar. En dan weten jullie niet waar ik sta. En dan denk ik, ik lees je bij zeggen. Oh, ik zal mijn mond houden en gewoon een bordje plaatsen. En op bord 28 van aflevering... Sorry, de comment van aflevering 28. Die komt van Steven de Quick. Oké. We hebben dus Steve the Guide, Steven the Quick, Stevie en Evie. Nou ja, Glacion in dit geval. Stevie de Evie. In ieder geval. Die had geschreven, Stevie komt terug en ga niet meer dood. All caps van stop nou eens met doodgaan. Ik doe mijn best, maar zoals je ziet, expert mode is behoorlijk moeilijk. Maar in deze aflevering zijn we niet doodgegaan. In deze aflevering hebben we zelf Plantaire verslagen. En ben ik dus heel erg druk. Hashtag victory is my destiny. Waarom ook niet? Vind ik een hele goede hashtag voor deze aflevering. Steven, enorm bedankt voor je leuke reactie. Jij staat ook in het huisje van de Awesome Comments. Heb je zelf nou ook een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering. En ik kan jullie alvast vertellen, de volgende aflevering gaan we nog niet richting je dungeon. Maar gaan we een leuke bouwaflevering maken voor de leuke kostuumpjes. En omdat er dan een nieuw event is waar ik zeker over wil gaan praten. Dus tot dan. Bedankt voor het kijken. Hele fijne dag nog gewenst. En tot de volgende keer. Doei!